Garantiefonds focust op unbankables. In de Nationale Assemblée is er een aanvang gemaakt met de behandeling van de ontwerpwetten Wet Nationaal Garantiefonds Huisvesting en Wet Nationaal Woningbouwfonds. Beide wetten zijn als initiatiefwetten ingediend. De wetten hebben voornamelijk als doel om te zorgen dat de financiering voor huisvesting makkelijker en goedkoper wordt voor het volk. Aldus volksvertegenwoordiger Amzat Abdul. Het startkapitaal van het woningbouwfonds zal SRD 20 miljoen zijn en van het Nationaal Garantiefonds SRD 5 miljoen. Deze wetsproducten moeten ervoor gaan zorgen dat zij die unbankable zijn ook in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek om een woning te kunnen kopen, bouwen, verbouwen of uitbreiden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.